Wat moet er besproken worden morgen? Wat wilt u op de agenda hebben? Een hele hoop. Nee, maar het belangrijkste, wat u voor mij is het de belangrijkste vraag die op tafel ligt, of wij, om in de woorden van de minister te zeggen, door moeten gaan met het instituut kroongetuigen. Want aan het instituut kroongetuigen kleven zodanig veel onbeheersbare, onvoorzienbare risico's, waar advocaten in dit geval, maar is het morgen een officier of een rechter, waar zoveel onbeheersbare risico's aan vastkleven, dat ik het onverantwoord vind om op die wijze door te gaan. En dan sporen we maar wat minder georganiseerde criminaliteit op. Maar het mag niet ten koste van onze levens gaan. Ik maak het rondje dan toch even af. Wat moet er morgen absoluut boven de agenda staan? Hetzelfde. Hetzelfde. Kunnen we ook naar een proces toe waarin de advocaten anoniem hun werk doen? Dan krijg je een anoniem proces, krijg je een anonieme zitting. Nou ja, het is totaal onverenigbaar met bijna alles wat we kennen. En het is natuurlijk ook totaal onverenigbaar met een publiek dat wil meekijken en een vonnis wil begrijpen. En ook dient mee te kijken, hè? Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de zaak die er destijds het is geweest tegen Ming Kok. Die kreeg een deels anoniem arrest. Nou, dat is door de Hoge Raad vernietigd. Dus anonimiteit en strafproces verdragen zich niet. Dus een anonieme advocaat is heel moeilijk. Die zal misschien op de achtergrond iets kunnen doen. Maar er zal op de voorgrond iemand moeten zijn die toga aantrekt en op een openbare zitting de verdediging voert. Dat kan ik me bijna niet anders voorstellen. Anders gaan we naar Peruaanse toestanden. Daar heb je een anoniem proces. Daar zitten rechters, officieren van justitie en advocaten in boerka-achtige gewaden. Zo zie je maar waar het allemaal goed voor is, die boerka. En die zijn volstrekt anoniem. En die zitten ook achter gepantserd glas. Maar dat is een buitengewoon onheimische vertoning. Mm-hmm. Ik geloof niet dat we in ons land die kant op is moeten. Is Nederland ook veel te... Je moet het niet willen, we kunnen het ook niet, we zijn er te klein voor. Het proces moet openbaar zijn, zoveel mogelijk. En daar moeten we het op inrichten en ook op beveiligen. Ja, en ik denk toch ook dat er een mogelijkheid zou moeten zijn. Dus ergens in die gedachte, toen ik ooit bedacht ik wil strafpleiter worden, toen ik mijn hele studie daarop afgestemd had, vrij doctoraal, volledig op strafrecht afgestemd, denk ik van ja, ergens moet dat toch gewoon haalbaar zijn. Moeten we toch met z'n allen het zover kunnen krijgen dat wij een proces kunnen voeren waarbij dat in de openheid zou kunnen plaatsvinden. En dan is dus de kern, en ja, dan komen we weer terug bij Gerard, maar hij heeft gewoon gelijk, dat is de kernvraag. Ten koste van wat en voor wat gaan we nu precies verder met dit hele systeem van de kroongetuigen? Er zijn ook nog andere mogelijkheden denkbaar. Legaliseer die verdomde drugs. Dan ben je van een stuk georganiseerde criminaliteit af. Ja. Gaan we even een periferie verder. Hè? Ja, maar dat zijn allemaal vragen waar we over moeten nadenken. Want als we zeggen, one way or the other willen we die georganiseerde criminaliteit bestrijden, dan moet je wel goed weten hoe je dat gaat doen. En dit is één middel misschien om het aan te pakken. Ja, we zijn nog niet in de buurt, hè, van dit... We zijn halfway. Het komt met de cannabis al een aardig eind in de buurt. Mm. Ja, maar toch is nog een laatste opmerking, een kritische opmerking die ik in ieder geval wil maken, is dat we denken nu allemaal zogenaamd te weten hoe het zit. Waar komt het gevaar dan nu vandaan? En ik wil erop wijzen, we weten eigenlijk helemaal niets. Laten we gewoon kijken wat hier nu uitkomt. Er is verdachte aangehouden, misschien worden er medeverdachten aangehouden. Die hebben recht op een advocaat. Wij zijn dat in ieder geval niet bij mijn kantoor. Mm-hmm. En vervolgens zullen we dan bezien hoe dat allemaal verloopt. En het is aan de rechter om daarover te oordelen en aan niemand anders. En tot nu toe weten we gewoon echt helemaal niets. Begrijp ik. In Breda wel bereikt. De heer Akerboom gaf een interview vanochtend in de Volkskrant. Dat hebben jullie ongetwijfeld gelezen, onze hoogste politiebaas. Ik ben ervan overtuigd dat we Ridouan T. pakken. We zitten nu op de hielen, dat waren zijn woorden. Zou het schelen als we hem te pakken hebben? Voor wat er nu allemaal speelt. Natuurlijk is het een hele goede zaak als we hem te pakken hebben, maar dan weten we nog niet precies wat daar. Hij wordt zo vervangen door Ridouan de Tweede. Ja, dat weet ik niet. Nou, dat ik wel. De internationale praktijk in Italië, in Amerika, waar dan ook, heeft uitgewezen dat zodra je een kopstuk van de maffia pakt, de lege plaats wordt opgevuld door een ander. Oké. Dweilen met de kraan open.